Dit is het verhaal van de jurk van Karim Adouchi. Mijn naam is Daan van Dartel. Ik ben conservator populaire cultuur en mode. En misschien denk je nu mode in een volkenkundig museum. Wat doet dat daar? Nou, dat doet daar van alles. Want wij hebben hele belangrijke textielcollecties in ons depot. En met een modebril kunnen we daar weer nieuwe kennis aan toevoegen. En dat is wat ik doe. Ik sta hier naast een werk van Karim Adouchi. Karim is een Marokkaanse modeontwerper die naar Amsterdam is gekomen voor de Rietveld Academie en heeft daar zijn afstudeerwerk gemaakt waar dit onderdeel van was. Zijn collectie heette She Knows Why the Caged Bird Sings. En ik had het geluk dat ik bij zijn afstudeerpresentatie was en hem dus een soort van heb ontdekt. Ik heb natuurlijk niet Karim Adouchi ontdekt, maar ik heb wel zijn werk ontdekt voor ons museum. Dit werk is heel interessant voor het Nationaal Museum van Wereldculturen, omdat Karim zijn Marokkaanse achtergrond verwerkt in al zijn creaties. Hij heeft de stof laten weven, dus in Marokko, van een materiaal, een kunststofmateriaal, dat normaal gesproken gebruikt wordt voor vloermatten. Vervolgens heeft Karim het gevlochten materiaal naar Amsterdam gebracht en is daar gaan mouleren. Want Karim is eigenlijk meer een mouleur. Hij laat het materiaal bepalen waar de vorm naartoe gaat. Ook het beschilderen van het werk is natuurlijk een extra toevoeging wat men in de tapijten of de schouderdoeken, wat die vrouwen normaal weven, niet doet. Dus hij geeft een hele eigen twist aan een traditioneel ambacht. En dat is ook de bedoeling van Karim, is dat dit een soort ode is aan dat werk van die dames, van die vrouwen in Al-Hoceima in het noorden van Marokko. Ook de blouse heeft die verwijzing naar een tapijt met deze franjes. Het materiaal is ook anders. Normaal werkt men met wol, dit is katoen. En vooral de schoenen zijn denk ik voor veel mensen herkenbaar als Marokkaans. Het zijn babouche, maar daar heeft hij een flinke blokhak onder gezet. Totaal is dus een hele andere vorm dan dat je misschien tegen zou komen in Marokko. Maar het refereert heel erg naar die traditie en ambacht en die vrouwelijke kracht die Karim graag wil adresseren in zijn werk. Nou, voor mij is dit een van mijn favoriete stukken, omdat het een van de eerste stukken was die ik heb mogen verwerven als conservator. En op die manier mag ik dus gewoon bijdragen aan het nationaal erfgoed van Nederland. En daar ben ik best wel trots op. Dit is haute couture. Er is er maar eentje van gemaakt. En in ons depot hebben wij nog meer van dergelijke stukken, maar zeker ook dagelijkse kleding. Ik wil graag weten wat mode voor jou betekent.